Vandaag gaan we onderweg naar Vlieland. Wij gaan daar de vuurtorenloop doen, de 10 kilometer. En ja, we zijn nu op weg richting de boot. Jongens, vergeet niet even subscribe, like en druk op het belletje. En ik zie jullie op de boot weer. Nou, we zitten op de boot naar Vlieland en ja, naar wat ik gehoord heb van velen moet dit het mooiste waddeneiland van Nederland zijn. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij gaan we het hele eiland wel over, gezien Vlieland niet zo groot is en de 10 kilometer wel een aardig stukje rennen is. Nou, we zien elkaar straks weer aan de kust van dit mooie eiland en geniet even van deze mooie video, jongens. Nou, we zijn op het eiland aangekomen en zo te zien is het direct al feest hier. Geniet er toch van, jongens. Geniet ervan. Nou, dit belooft een hartstikke mooie dag te worden. Ik ga op zoek naar de sporthal waar ik mijn startnummer op mag halen. Tot zo! Nou, ik sta aan de start. De 10 kilometer gaat zo beginnen. Even een leuk weetje. Dit is de 100ste video op Russell's Running Channel. Dus ik zeg op naar de 200. Maar nu eerst over de start. Ja, Ik ben er niet.
Nou, hier gaan we de eerste bult al omhoog. En volgens mij gaan we het strand op. En worden wij gezandstraald. We zullen het zien. Ik ben heel benieuwd. En ik zie de zee al. Het ziet er toch weer prachtig uit. Nou, dit loopt wel wat minder. Maar al met al, zoals ik vaker zeg, het mag de pret niet drukken. En wij gaan door. A generation of my time. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking through. Don't come around and waste my time. A generation of my kind.
Nou, we zijn weer van het strand af. Ik moet zeggen dat niet het gehele zand drijfzand was. Maar het begon er wel een beetje op te lijken. Ah, kijk. En nou zien we allemaal mooie bootjes. Wat wil je nog meer? Volg me maar even mee. Joho!
Kijk, hier zie ik iets, daar word ik heel gelukkig van. Het befaamde waterpasje. Waterpasje! Kijk, neem maar even een lekker slokje. Nee, heerlijk! Oh, wat is dit genieten! Dit is mooi. Dit is prachtig. Heerlijk! Ik zie de vuurtoren ook al in mijn
zicht. En volgens mij hebben ze daar een of ander Hollywood sign van gemaakt. Het zegt vuurtorenloop. Even kijken of wij er nog wat dichterbij komen. En het zonnetje schijnt ook lekker. Was ook niet voorspeld. Nee, wat een feest. Nou. Dat smaakte weer heerlijk. Dan gaan we nu maar eens even verder. En er zal nog wel een heel parcours. Oh ja, ik zie het daar allemaal omhoog gaan. Nou, dit wordt weer dikke lol. Ik spreek jullie bij de volgende pitstop, jongens. Yo!
Nou, er is weer een beste bult op. Heerlijk. Maar wel zeer vermoeiend. Nou ja, we wandelen een stukje even. Gaat mij net even iets te stijl. En het mooie is, straks mogen we weer naar beneden. Maar dit is wel een hele pittige. En ik geloof ook dat ik er wel bijna boven ben. Bij de 100ste video van Russell's Running Channel. Het is toch prachtig. Ja, ook heel belangrijk jongens. Want anders dan kan het niet mooier worden en kan het niet beter worden. Even subscriben, like de video en druk even op het belletje. En het staat vrij, maar ik vind het altijd leuk als je ook even een comment achterlaat. Dat staat allemaal vrij natuurlijk, maar ik vind het leuk. Volgende week gaan we zelfs naar de Unknown Path Trail in Heerde. Volgens mij ligt het vlakbij Zwolle. En ja, het zegt het al. Unknown Path Trail. Het zal ook wel weer een zware trail run zijn. Waarom kies ik ze steeds uit? Oh, ik zie de vuurtoren al in mijn zicht. Nou jongens, ik doe hem nog even kalm aan. Een stukje naar boven. En geniet maar lekker mee, ook van de vuurtoren. En ook van deze prachtig mooie loop. Tot zo.
Nou, we dansen nu lekker door de bossen van Vlieland. Het is, ja, ze hebben wel een beetje gelijk, mensen die dit zeiden. Alles hier is mooier. Het bos ziet er hier mooier uit. Ik heb net een bij de vuurtoren. Dat hebben jullie kunnen zien. Nou, wat een prachtig uitzicht was dat. Dat zag er werkelijk fenomenaal uit. Heerlijk was dat. We zitten nu op de 7,5 kilometer. Dus gezien ik de 10 doe, nog 2,5 te gaan. Ik heb heel erg zin in een lekker, koud, schuimend biertje. Werd mij al voor verteld. Nou, en ik geloof dat er ook nog een zomers biertje is vandaag. Ik zal eens even kijken wat ze mij meegegeven hebben. Maar dat weten we pas met 2,4 kilometer. Jongens, we gaan dit laatste stukje nog even doortrekken. En ik hoop dat wij heel de finish overkomen. Yo!
De laatste kilometer, die gaan we nog eventjes trotseren. Ik zie hier een badje met 9 kilometer staan. Mijn horloge gaf het al eerder aan. Eens kijken hoe secuur ze vandaag weer zijn. Maar al met al een prachtige loop. Ik vond hem echt heel mooi. Dus ja, het is weer eentje van SV Friesland. En daar heb ik al een paar loopjes niet meer meegelopen. Ook mede doordat de KLM Urban Trail Series er tussendoor staat. En ja, ik geloof dat de laatste, de halve marathon van Zoom en dan de 10 kilometer was. Nou, dat is alweer even terug, ja. Ik zie nog 850 meter. Ik ben aardig gesloopt, maar laten we nou niet laatste worden. Dus ik ga hem eventjes trotseren. Wij zien elkaar bij de finish. Yo! After 9, I still wish you were mine.
niks gedaan. Ja, en wie hebben het? Jan Roosink! Jan Roosink! Met de camera op zijn hoofd is de hele route eens te bekijken. Hier, Jan Roosink! Is die jij hier ook? Ja, keurig. Oké, dank u wel, dat was hem. De 10 kilometer vuurtorentrail. De medaille is weer binnen. En wij gaan nu naar de afsluiting. Yo! Dat was hem dan, de vuurtorenloop in Vlieland 2022. Ja, wat ik al zei in de video, een prachtige loop. We hebben de vuurtoren, die hebben we overleefd. Helemaal ja, boven aan het topje van Vlieland. En je kon zo prachtig over de natuur heen kijken. Ik heb van de hele route genoten. Het was de bossen waren mooi. Het strand was prachtig om te rennen. Wel heel zwaar, want je zakte er aardig in weg. Maar ja, volgende week gaan we naar de Unknown Path Trail in Heerde. Dat ligt vlakbij Zolle. Ja, het zegt het al, de Unknown Path Trail zal ook wel een zeer zware run worden. Maar ja, daar komen we vanzelf achter. Vergeet even niet jongens, eventjes subscriben. Like deze video en druk even op het belletje. En jullie gaan nog veel meer mooie video's zien. Tevens was dit mijn 100ste video. Dit betekent dat ik al 100 runs volledig heb opgenomen. Nou, het is prachtig dat dat allemaal kan. Nou, het belangrijkste van de hele run. Geintje natuurlijk, de run is het belangrijkste. Maar waar ik nu het meest zin in heb, het speciaal biertje. Vandaag hebben wij de Chouf Soleil. Een Belgisch zonnig bier. Nou, en wat kunnen we nog meer dan Belgisch zonnig bier drinken met dit prachtig mooie zonnetje? De ingrediënten zijn water, gerstemout, tarwemout, roggemout, hop, suikerstroop, gist en een sinaasappelschilletje. Nou, ik heb er hartstikke veel zin in. En wij gaan hem eens even proeven. Geen geplop dit keer. Even kijken of die smaakt. Nog een paar dagen alleen ben ik gelukt. Dus vers van de bom. Toch van Krimpen uit de Zwolle. Ja, dit is een heerlijk verfrissend biertje. Hartstikke lekker. De Chouf Soleil. Nou, een lekker, heerlijk 6% biertje voor in het zonnetje. Jongens, ik zie jullie volgende week weer. Geniet van de week, geniet van het weekend, geniet van het leven en tot volgende week. Proost! Bibo en Regina Twijnstra. Mooi, mooi samen open, mooi samen over de finish. Ingrid Looyinga, voor de Groningen. Oekraïne, rug voor Oekraïne, mooi hoor, keurig. Jente Simon en Frizo, ja. We're not.